Hier verrijst het kinderdorp S, gebouwd in de laatste vakantieweek. Bouwdorp S is kindervakantieweek voor alle kinderen uit S van de basisschoolleeftijd. Dus van 4 tot en met een jaar of 12, 13 zijn ze hier 3 dagen welkom. Om met elkaar hutten te bouwen, te knutselen, sminken, spelletjes te doen. En elkaar na 5 weken vakantie allemaal weer even tegen te komen voordat volgende week de school weer begint. Hoi Lotte. Hoi. Hoe gaat-ie? Goed. Ja? Ja. Ah, perfect hoor. Ja. Jij werkt dan het nummer 8 mee of je werkt overal? Nee, met het nummer 8. Nummer 8. En deze hut, wat stelt die voor? Ja, weet ik eigenlijk niet. Moet je aan de dames vragen. Het is eigenlijk gewoon een beetje fantasiewereld, zeg maar. Ja, gewoon een zelfgemaakte hut. Ik weet niet of er een thema is of zo. Hartstikke leuk toch? Ja. Het thema is dit jaar onderwaterwereld. Dus er is 1 groepje die heeft een onderzeeër gemaakt. Dit is de onderzeeër. Ja. Met de glijbaan. Ja. Ja. Oké. Okay. En wie heeft die allemaal gemaakt? Hij. Elke hut heeft een glijbaan. Ik ben gewoon timmerpapa nou hier vandaag. Geweldig. Ja, leuk om te doen. Hartstikke leuk met de kinderen zo, ja, hè? Ja, heel leuk. Heel... Elk jaar? Ja, elk jaar. Hoe lang loopt dit project al? Yes is opgericht in 1997. Dus ja, dit is het 27e jaar dat ze bestaan. We hebben natuurlijk een paar jaar over moeten slaan met de corona, in ieder geval in een kleinere vorm. Maar verder zijn ze hier altijd de laatste week van de schoolvakantie op maandag, dinsdag en woensdag welkom. Wij moesten helemaal opnieuw beginnen, dus, en nu hebben we dat huisje. Oké, okay. Nou ik vind het een leuk huisje. Ja, ja. Het is heel netjes. Ja, inderdaad. Een mooie vloer. Dat ja. Je eigenlijk wel sexy. We zijn hier glittertattoos aan het doen, de nagels aan het lakken en we gaan vanmiddag sminken. Wauw, geweldig. En heb je al veel klanten gehad? Ja. Allemaal meisjes? Nee, ook jongens. Ook jongens. Ja. Die willen ook, vindt het ook leuk om gesminkt te worden. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Er lopen hier vandaag bijna 110 kinderen rond. 110, zoveel? Ja. Dus een heel groot aantal van wat er hier op de basisschool zit, daar komt gelukkig ook gezellig mee timmeren. En lekker aan het uitrusten eventjes. Ja, de hele dag staat te sminken en nu even friet eten. De hele dag gesminkt? Ja. En jullie? De hele dag getimmerd. Wauw. En jullie hebben deze hut getimmerd? Ja. Ja. Geweldig. En we gaan dadelijk nog een heel luifel daar maken. Zo. Nou, dan ben je voorlopig wel even bezig, toch? Ja. Wow, een lekkere frikadel hier. Oei, voorzichtig, er zit een wesp in. Lekker, hè? Heerlijk. Drank en spek. Ja, we hebben oranje. Momenteel voor de lunch chocomel, melk en we hebben altijd water. Heerlijk. Ja. Het zal de hele dag wel storm lopen hier, toch? Ja, zeker. Al helemaal omdat het heel warm is. Dus dan wordt er heel veel gedronken, gelukkig. Ja. Maar er wordt ook enorm veel getimmerd, dus spijkers genoeg nodig. Ja, zeker. En wat zijn jullie aan het doen hier? Goud zoeken. Geld zoeken of goud zoeken? Goud zoeken. Wauw. Ligt hier goud dan? Ja. Had ik dat geweten. Heel veel. En wat hebben jullie al gevonden dan? Dit. En wat ga je ermee doen? In onze hut versieren met dit. Is er ondertussen al een burgemeester en zo gekozen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben zo druk bezig geweest, ik heb dat niet bijgehouden. Niet in de gaten. Nee. Weet jij het? Postbode is er wel. Burgemeester denk ik nog niet. Die hebben ze gisteren volgens mij gekozen. Gisteren, hè? Gisteren, ja. En wie is dat? Ja. Weet je niet. Geen idee. Postbode, hè? Druk, hè? Ja, allemaal schaafwondjes, kleinigheidjes. Toch wel? Ja. Maar niks ernstigs. Nee, geen botbreuken, beenbreuken. Nee, gelukkig niet. Laten we het hopen dat het zo blijft. Ik zag net die glijbaan. Ik denk, nou, dat gaat aardig hard naar beneden. Ja, die zijn ze gewend, hè? Kijk, als wij dat gaan doen, dan gaat het meteen fout. Maar de kinderen die zijn zoveel gewend. Ik ben er ook bang voor dat dat fout gaat. Moeten wij niet doen. Nee, maar ze hebben leuke spelletjes. Ja. En nou, frietjes eten en frikadellen. Ja, dat komt helemaal goed. En u bent als ouder hier tevens vrijwilliger? Ik ben
geen vrijwilliger, ik ben van de commissie. En ik heb inderdaad een zoontje hier nog rondlopen. Mijn dochter die zit al op middelbaar, dus die doet nou als jeugdvrijwilliger mee. Wat gebeurt er eigenlijk met al het hout wat straks overblijft? Nou ja, straks morgen dan hebben ze de Jesso-dag. Dan gaan ze dingetjes... De wat voor dag? De Jesso-dag. Dan mogen de kindjes gaan ruilen met geld. Papiergeld, wat wij zelf gemaakt hebben. En dan mogen ze spulletjes ruilen. En dan aan het eind van de dag, om 2 uur, dan gaan de kindjes naar huis. En dan worden de hutjes afgebroken. Deels wordt weggevoerd, wordt afgevoerd. En een paar hutjes worden verbrand. Dan is het... Dat is hier op het terrein? Dat is hier op het terrein. En dan komt de brandweer. Die komt... Ik wil net zeggen, die zal erbij moeten. Ja, ja, dat is zeker. Dan dus, anders krijgen we de vergunning er ook niet voor, denk ik. En die steken samen met de burgemeester van Bouwdorp Yes, steken het vuur aan. En dan begint de feestavond. Ja, prachtig toch? Ja, nou, ik hoop dat het een geweldig vuurwerk wordt. Ja, dat is traditie elk jaar. Dus, en altijd feest. Oké, dankjewel. Hey, dankjewel.